Bij tech data zijn er dus twee dingen. Hardware, ja, dat gaat eigenlijk steeds minder. IoT, daar zijn ze mee begonnen. En ze zijn ook gewoon heel erg bezig met de cloud. En Olivier die is daar bezig om de cloud eigenlijk gewoon aan de resellers uit te leggen en welke platformen hot zijn. Even over de trends praten. Olivier, welke grote platformen heb je nu eigenlijk in de cloud die jullie zeg maar kennen en zeg maar ook pushen? Nou, een van onze grote focus op dit moment is uiteraard Azure. De Microsoft is een enorme transformatie aan het doen en gooien zich echt helemaal achter Azure. Gaaf om te zien dat zo'n groot bedrijf zo'n zulke stappen durft te maken. Onwijs cool. Nou, daarnaast natuurlijk IBM. Ja, want ze hebben dus eigenlijk gewoon het afgelopen decade hebben ze niet zoveel gedaan. Ze hebben wel gegroeid en winst, maar de nieuwe technologie waren ze nooit. Maar sinds de nieuwe CEO er is, gaat het echt weer de goede kant uit. Nou, je ziet wel absoluut een verschil ontstaan. En dat is heel leuk om te zien. En dat geeft ook enorme kansen aan het kanaal en traditionele Microsoft partners om gewoon hele leuke nieuwe dingen te gaan doen. Ja, dus dat is de Azure is dus bezig. En wat zijn jullie met Azure dan aan het doen? Wat voor toegevoegde waarde hebben jullie dan voor Azure? Nou, voor Azure sowieso binnen het CSP-programma voegen wij waarde toe met ons StreamOn-platform voor billing en automatisering van het uitrollen. Wij bouwen eigenlijk zelf ook solutions die je rechtstreeks vanuit ons platform kan uitrollen. Dus in plaats van dat we je alleen maar toegeven tot een grote bak met Lego, gaan we alvast de autootjes en de huisjes bouwen en eventueel de plaatjes. Je maakt templates om het eigenlijk goed te gebruiken en zo. Ja, en je kan het in één keer bij ons uitrollen. Dus wij bouwen samen met onze partners bouwen gave solutions die je direct kan uitrollen. En meteen noem eens één. Wat zeg je? Noem eens één solution. De Small Business Server hebben we sinds kort. En dat is eigenlijk een oplossing waarbij we kijken. Nou, vroeger de Small Business Server was onwijs populair. Die heeft Microsoft eigenlijk afgeschoten vanwege dat ze alles naar de cloud wilden hebben. We hebben gezegd, nou, we gaan die Small Business Server weer introduceren. Met één klik op de knop kun je die uitrollen. En dan kan je direct aan de gang voor het SMB met een kleine omgeving eigenlijk waar alles aan elkaar geknoopt zit. Waarmee je direct kan werken. Oké, enerzijds dus waarde van pre-configured configuraties. Maar je zegt ook billing. En eigenlijk dacht je van, wat heeft nou een distributeur voor billing in de cloud wereld nog een rol? Maar billing en zeg maar licenties begrijpen en integreren is heel belangrijk. Ja, dat blijft een hot topic. Zeker als je kijkt naar het CSP bij Microsoft bijvoorbeeld. En als je Azure gebruikt en je hebt zeg 10 klanten, dan krijg je misschien wel één factuur met een hele onleesbare